op zich, hij is zo plat. Prachtig weer heeft één groot nadeel voor mij en ik schaam me natuurlijk nou helemaal wild, want ik denk ja, met dit weer, met mijn colbert aan en mijn stropdas, ik denk ja, mijn ingebouwde thermostaat protesteert aan alle kanten, ik denk ja, ik ga dat toch echt niet doen. En dan kom ik hier en dan zie ik hier deze mensen in volle daad en dan schaam ik me natuurlijk helemaal dood. Maar ik kan er niet meer terugdraaien, ik zal proberen als ik volgende keer weer hier moet zijn, samen met jullie af te zien en ook weer een colbertje aan te trekken.
Nou ja, het is natuurlijk mede in het kader van een fantastisch jubileumjaar. Hè. Een gilde wat 750 jaar bestaat, is natuurlijk fantastisch. De meesten die hier aanwezig zijn, die weten dat ik van nature geschiedenisleraar ben. Van oorsprong geschiedenisleraar ben. Dus alles wat met oud en zeker met Veldhoven te maken heeft, heeft mijn interesse. En fantastisch zo'n jubileum. En dat dan zo'n mooie wedstrijd hierop georganiseerd kan worden, is alleen maar leuk om te doen. Ik wil de prijzen gaan bekendmaken waarvan mij is gevraagd om die bekend te maken. Er is gevraagd om te beginnen met misschien wel een van de belangrijkste prijzen, het gemeenteschild. En om even daar iets over te vertellen. Nou, er is natuurlijk weer een hele spannende strijd geweest. Dat blijkt ook eigenlijk wel uit de behaalde punten die de viertallen hebben weten te scoren. De vierde plaats, is behaald door Sint-Jan Baptist uit Oerlen. Die 71 punten wist te vergaren met elkaar. En toen kwamen er drie die echt inderdaad heel erg dicht bij elkaar liggen. Zo was daar bijvoorbeeld, een beetje willekeurige volgorde, het Onze Lieve Vrouwengilde uit Zeelst, die niet gewonnen hebben, maar wel 78 punten wisten te halen. Ja. En dan blijven er twee over, hè. En nu heb ik expres de volgorde door elkaar gehusteld om het maar helemaal ingewikkeld te maken. Want op de derde plaats is geëindigd Sint-Lambertus uit Meerveldhoven met 77 punten. Dus de volgorde is 1. Vierde Oerle, derde Meerveldhoven, tweede Zeelst. En de winnaars van het gemeenteschild 2019 komen uit Veldhovendorp. Het Cecilia Gilde. Met 79 punten. Dus 1 punt meer dan Onze Lieve Vrouwen Gilde uit Zeelst. Ik zou heel graag Adrie Lavrijsen, Paul Hoeks, Kim Schut en Erwin Snelders naar voren hebben om de prijzen te mogen overhandigen. Dan gaan we verder met twee individuele prijzen. En dat is de algemeen kampioen van Veldhoven, individueel.